Afgelopen week in Violetta. Violetta's zangauditie is een groot succes. Er staat iemand klaar om haar te feliciteren. En iemand die Violetta's dansauditie in het water wil laten vallen. Haat is het enige gevoel waar ik de laatste tijd aan kan denken. Doe open, dit is niet grappig! Arme Violetta, nu kan ze niet meedoen aan de auditie. Ik mag die kansen echt niet missen. Onthult een paar geheimen. Waar is ze dan? In de studio. De studio? Die nog geheim hadden moeten blijven. Ik wil niet liegen tegen papa. Nee, ik weet het. Maar het is maar tijdelijk, hè, tot hij klaar is om de waarheid te horen. Ondanks Lucinda's gemene plannetjes worden Violetta en Thomas toegelaten tot Studio 21. Ik wil gewoon de nieuwelingen verwelkomen. Maar het volgende misverstand ligt alweer op de loer. Omdat er iemand voor mij een liedje heeft geschreven. Wie? Thomas. Blijkbaar hebben we een nieuw koppeltje op school. De werkelijkheid wordt helemaal verkeerd begrepen. Ik weet dat hij gevoelens heeft voor mij. Thomas heeft die tekst geschreven voor Violetta. En dat leidt tot nieuwe problemen. Ik ben een beetje triest. Moet wel gaan om Thomas. Dat Lucinda voor niets terugdeinst, blijkt maar weer eens als er zangduo's worden gekozen. Met wie worden wij dan opgezadeld? Maak je geen zorgen, ik heb al een plan. Opnieuw ziet Lucinda kans om door een list dichter bij Thomas te komen. Thomas! Geweldig, Tommy! Omdat haar vriendin Francisca zo verliefd is op Thomas, besluit Violetta haar gevoelens voor hem opzij te schuiven. Het kan nooit wat worden met Thomas en mij, omdat ik dat Francisca niet wil aandoen. Intussen laat alle aandacht en begrip van Leon Violetta niet helemaal koud. Ze zijn echt spoorverliefd op elkaar. Hoe zal dat aflopen? Verrassing. Valt hier lastig? We waren gewoon wat aan het praten. Dat gaat niet goed. Dat ontdek je de komende week in de nieuwe afleveringen van Violetta. Violetta. Maandag tot en met vrijdag om 7 uur op Disney Channel.